Genomineerd voor de Hein Roethoffprijs 2015. Horeca Steward Rotterdam. De Horeca Steward zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente Rotterdam, de politie en een aantal horecaondernemers. Door gastheerschap bevorderen ze de veiligheid binnen het uitgaansgebied. Zoals op heel veel andere plekken in Nederland heb je het uitgaansgebied wel eens last van onveiligheidsgevoelens en in ieder geval dingen die daaraan gekoppeld zijn. We zijn in samenspraak met de gemeente en ondernemers zijn wij gaan nadenken van hoe kunnen we een product ontwikkelen dat op een uitgaansgebied te implementeren is. Daar zijn we uitgekomen op de Horeca Stewards en nou ja, daar hebben we dus voor gezorgd dat het project zo in elkaar is gestoken dat het gericht is op het terugdringen van onveiligheidsgevoelens en negatieve associaties met het uitgaansgebied. Zijn jullie blij met deze jongens? Ja! En daarvoor hebben we specifiek mensen geworven die aan een aantal competenties moeten voldoen. Die ook een bepaalde uitstraling hebben. Die ervoor moeten zorgen dat je heel snel kunt schakelen tussen een stukje gastheerschap, openstaan en bereikbaar zijn voor mensen die vragen hebben. En aan de andere kant duidelijk kordaat op kunnen treden op het moment dat mensen over de scheef gaan. Waar begint de avond mee? Om 11 uur beginnen we vaak bij het politiebureau Doelwater. En dan krijgen we een briefing samen met de politieagenten. En van 11 tot 1 hebben de indrinklocaties. Dat betekent dus dat wij zeg maar niet constant in de stad zelf zijn, maar ook de zijstraten en de pleintjes eromheen. Vanaf 1 tot 5 ben je zichtbaar aanwezig op Stadhuisplein, op de Kruiskade, de Witte de Wit, Delftse Straat. En dan doen we dus voornamelijk kijken of we preventief te werk kunnen gaan. Voornamelijk gastheerschap. Als mensen vragen hebben, kunnen we ze de weg wijzen of kunnen we ze helpen. Nou, ze hebben een begeleider de pinautomaat, maar ze verlenen altijd goede service. Als bij de nachtbestaan staan ze er ook altijd bij. Over mijn eigen veiligheid. Wat vind je ervan? Ik vind het toppie. En we weten ook hoe laat de meeste clubs sluiten. Dus dan moeten we duidelijk aanwezig zijn bij de uitloop. Want heel veel mensen blijven hangen op het plein en dat is natuurlijk niet fijn. Want dan willen wel eens dames lastig gevallen worden door jongens die wat te veel gedronken hebben. Of er ontstaan ruzies. En dan gaan wij daar, ja, niet dominant, maar wel gewoon sterk aanwezig zijn om te kijken of we die mensen veilig naar huis kunnen laten gaan. Soms hebben ze een sappie te veel op, hè, dan liggen ze lam op de grond. Die mensen helpen we naar een taxi of we vragen even van hey, ben je met vrienden of kunnen we je helpen. Wat is nou het verschil tussen politie, jullie en hun? Vaak hebben personen die wat gedronken hebben of iets, die hebben een bepaalde agressie. Maar hun komen vriendelijk en weten hoe ze moeten benaderen en krijgen ze op een rustige manier weg zonder dat er enige geweld of iets van toepassing moet komen. De afgelopen 2 jaar dat wij actief hier zijn op het plein, zijn de vechtpartijen fors gedaald. Tevens hebben we heel veel hangjongeren hier gehad in het begin. Die hebben gewoon constant lopen aanspreken, jongens alsjeblieft doorlopen, jongens alsjeblieft doorlopen. Op een gegeven moment ja, is het gewoon zo vervelend voor hen dat ze echt gaan doorlopen. Onze doelstelling is dat iedereen gewoon kan genieten van hun avond. Ze hebben waarschijnlijk allemaal een 40-urige werkweek achter de rug. Die willen gewoon lekker een drankje doen, een terrasje pakken of naar de club gaan, genieten van de muziek. Dus ik ben heel tevreden over ze. Meer kan ik niet zeggen. Loop je als gemeente tegen problemen aan als het gaat om veiligheidsgevoelens of situaties in je uitgaansgebied? Denk aan dit model. De horeca stewards zijn in principe een spin in het web of een verbindende factor tussen verschillende partijen die inzet plegen op een veilig en gezellig en gemoedelijk uitgaansklimaat.